Jorginho, 2-2 tegen Twente. Wat zegt dat? Over de wedstrijd gezien eigenlijk positief. We zijn twee keer teruggekomen van de achterstand. Alleen ik denk dat er wel meer in gezeten had. Hoe bedoel je? Ja, meer ingezeten voor beide partijen. Want het ging op en neer. Dan waren hun de betere dan wij. Maar ik denk dat mijn goal had ik nog een kans. En daar had ik het team gewoon moeten belonen voor het goede spel wat we speelden tot de 1-1. Ja. Buiten het feit dat jullie een punt gepakt hebben, wat is het belangrijkste pluspunt van vanavond? Misschien de veerkracht, het terugkomen? Ja, de veerkracht. Omdat we eigenlijk niet in paniek zijn geraakt. Dat we gewoon zijn blijven doen wat we deden, blijven voetballen en dat we toch tot 2-2 komen. Het is ook het derde gelijkspel op rij. Zitten jullie een beetje in een mindere fase wat betreft punten pakken? Ja, dat wil ik het niet noemen alleen. Ik denk dat je de Heracles uit, dan moet je blij zijn met een punt. Kom je thuis, moet je punten pakken. En hier kan je gelijk spelen. Dus ik denk dat we meer teleurgesteld moeten zijn over de wedstrijd van Cambuur. Ja. Volgende competitiewedstrijd is tegen Ajax, ja. Voor eigen publiek. Dan moet het gebeuren? Het moet altijd gebeuren voor ons. Dus tegen alle teams, ook tegen Cambuur, ook tegen NEC, het maakt niet uit tegen wie we spelen. Het moet altijd gebeuren. Ja, die PSV-fans die snakken natuurlijk naar een overwinning en vooral op Ajax. Hè. Dat is natuurlijk toch de grootste concurrent, zo ziet men dat. Ja, precies. Maar wij snakken elke wedstrijd naar overwinning. Ook als we die wedstrijd hiervoor hebben gewonnen, dan willen we de volgende wedstrijd ook winnen. En we willen gewoon alle wedstrijden winnen. Dus het maakt eigenlijk niet uit tegen wie je speelt. Je wil gewoon winnen. En als je tegen Ajax speelt, helemaal. Ja. Vanavond lukte dat net niet. Nee, klopt. Maar één punt is toch genoeg? Nou, niet genoeg. Maar ik denk wel dat je er blij mee moet zijn.